Hi Waterman, welkom bij jouw intuïtieve tarot sessie met Annemiek. Deze sessies die zijn tijdloos, want ze zijn energetisch, dus zelfs als je over 80 jaar zou internet dan nog bestaan, terug wil kijken naar een clip hier, dan is het alsnog van toepassing op jou. Bekijk mijn clips als een soort tarot. Trek een kaart. Trek een clip. Niet allemaal gaan kijken. Dan ga je gek worden. Dan krijg je ook tegenstrijdige boodschappen waar je helemaal niks aan hebt. Terwijl je juist zo helder voelt. Ik heb net lekker in de regen gefietst. Volgens mij heb jij er ook helemaal geen hekel aan. Misschien spreek ik over je partner nu. En wel een hekel aan dit weer. Weet je dat als je... Ik blijf maar schudden zeg. Als je nog jong bent. En je hoort jezelf wel heel erg... Kriebelt. Je hoort jezelf wel heel erg vaak klagen over het weer. Ook naar andere mensen toe. Vraag jezelf dan eens af of emigreren niet iets voor je zal zijn. Weet je, ik ken mensen die oud zijn en echt al lang bejaard en die klagen nog steeds over het weer. En ze hebben kansen gehad om naar het buitenland te gaan, dus ze hebben het niet gedaan. Dus of je blijft hier en je gaat genieten van de emoties van Nederland, van alle weertypes. Of ga weg, ga weg. En Nederland staat voor mij gelijk aan het weer in Nederland staat voor mij gelijk aan de emoties. Weet je, het is maar weer. Hoe je je ook voelt. Het is maar weer. Het waait wel weer over. Om even een heel flauw cliché te gebruiken. Een salamander staat voor veerkracht. Waar je ook terechtkomt, wat je ook doet, wat er ook met jouw project gaat gebeuren, met jouw groep, met jouw vereniging, buurt. Jij bent veerkrachtig. Sommigen van jullie zitten in een scheiding. Jij bent veerkrachtig. Dat is één. Dat is een mooie boodschap, hè? Het maakt niet uit wat voor donkere wolk er boven je hoofd hangt. Je bent veerkrachtig. Je komt wel weer terug. En niet zomaar. Je komt trots terug. En zelfs als, omdat de nadruk zo op het woordje terug ligt, zelfs als het niet lukt of niet lijkt te lukken en je komt erop terug. Of stel je voor dat je geëmigreerd bent en je bent nu dus weer teruggekomen naar Nederland. Het is geen afgang, weet je. Het is geen afgang. Je bent veerkrachtig en loop trots rond. Je hebt het maar mooi gedaan, weet je. Wat is er erger? Dat je nu iets niet doet, zodat je je veilig kan voelen. Nee, zodat je je comfortabel kan voelen. Dat is wat anders dan werkelijk veilig voelen, hè. Als je werkelijk veilig zou voelen, een innerlijke veiligheid zou hebben, zou het niet uitmaken wat je gaat doen. Maakt het niet uit wat er om je heen gebeurt. Dat heet ook wel zelfverzekerdheid. En dat is heerlijk. Kan ik je beloven. Het is echt waard om daarvoor voor te knokken. Ik zie hier twee cirkels. De otter die daarin gezien wordt en de bij die daarin vliegt. Ze kijken naar elkaar. En ik heb even geen flauw idee wat daarover te zeggen. Dat is grappig.
Ik ben niet iemand die knipt in filmpjes, dus ik ga deze stilte er ook niet uitknippen. Ik ga even een verklarende kaarten erbij halen uit een gewoon speeldek. Ik heb op deze manier ook tarot geleerd. Zigeuner voorspelling noemen ze dat dan. Alsjeblieft een verklarende kaart voor de otter en de bij. Ja, je mag gezien worden. Je mag gezien worden. En al kom je cool over, al heb je beslissingen genomen met een vlijmscherp zwaard. Het is goed. Het is goed. Je hebt goed gedaan. En die gouden... Dat is een woord voor, ik ben het even kwijt. Daar waar je eten op kan serveren met zo'n mooie koepel eromheen. Daar zit de belofte van de toekomst in voor jou. Ik kan het even niet anders beschrijven dan dat. Je wordt gezien. Je wordt gezien. En je wordt gezien door hoe jij bezig bent. Hoe jij... vrolijk zit te zoomen, ondanks dat wat er gebeurt, of een enorme grote beslissing die je hebt genomen, je blijft veerkrachtig. En dat wekt bewondering op bij mensen. Je houdt ervan om voor anderen te werken. Dit is een bij, dit is geen koninginnenbij. Maar de boodschap hier is, schei uit met werken voor anderen en kies eens wat meer voor jezelf. Ja? Kijk zelf eens naar de cadeaus in je leven in plaats van ze weg te geven. Zolang jij mensen wil helpen, zal je er niet gelukkig van worden. Als het als vanzelf gebeurt, dan is het oké. Dan ga jij er ook blij van zoomen. Je bent gezien. Je bent gezien, of dit nu om een relatie gaat, of promotiemogelijkheid, of noem maar op. Je bent gezien. Ze hebben gezien dat je veerkrachtig bent. Dat is een prachtige kwaliteit. Maar het is niet meer de bedoeling dat jij als een werkbij rond gaat zoomen. Dit is wat er nu bij je past. Ik heb het over je totale karakter, voor sommigen. Ik heb het over deze periode waarin je zit. Het kan ook alleen maar voor vandaag zijn. Dat het vandaag de bedoeling is dat je zegt van, weet je wat? Ik ga het mensen laten weten ook. Of laat het in elk geval jezelf weten. Als je het leuk vindt en als je durft, ga eens voor de spiegel staan en noem eens op. Terwijl je jezelf echt in de ogen kijkt. Waar je goed in bent. Wat je goed hebt gedaan. Wat goed loopt in je leven. Het is een heleboel. Je hebt echt heel veel om over rond te zoomen. Je hebt heel veel projecten heb je aangestipt, getipt. Heel veel, misschien wel heel veel relaties gehad. Heel veel dates gehad. En wees trots op hoe je het allemaal benaderd hebt. En wat voor conclusies je eruit getrokken hebt. En de stappen die je hebt durven zetten. Wees trots op je veerkracht. En dat mocht je nu ergens tegenaan lopen. Niks herkennen. Dan gaat dit... Is dit een boodschap om eens te letten op daar... Ja, ga eens voor de spiegel staan en daar... Jezelf vertellen daar waar je al wel veerkrachtig bent geweest. Je bent er nog steeds. Je bent er nog steeds. In het leven, in die groep, in die relatie. Vertel jezelf eens waar je trots op bent. Waar je trots op mag zijn. En terwijl je dat doet, schouders naar achteren. En als je dat gedaan hebt en je vindt het leuk, kijk dan naar de clip van Leeuw van 1 januari. Vanaf de helft of zo. Verrassing voor jou. Maar het past wel bij je, waterman. Ja. Mocht je helemaal niks herkennen van dingen aan de buitenkant. Het kan ook puur om een
innerlijk proces gaan. Ach, veerkracht, dat doet het misschien sowieso al. Maar wees trots. Wees trots. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.